Goedenavond, uw aandacht voor een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. President Santokki roept ontwikkelde landen VN op te committeren aan klimaatsteun. Gepensioneerden kregen alsnog koerscompensatie september. TCT organiseert Toerisme Week Let's Go West. Minister Ramadine doet landelijke oproep aan zorgwerkers. En lig niet voor COVID-19 in thuisisolatie. President Chandrika Prasad Santokki heeft op de 76e algemene vergadering van de VN in New York de ontwikkelende landen opgeroepen om zich opnieuw te committeren aan de 100 miljard US dollar steun per jaar dat werd toegezegd om de ontwikkelingslanden te steunen. Dit werd in 2015 opgenomen in het Akkoord van Parijs, een internationaal verdrag om de opwarming van de aarde te beteugelen. Het Surinaamse staatshoofd sprak op woensdag 22 september de wereldgemeenschap toe op de VN-vergadering en benadrukte de significante bijdrage die ontwikkelingslanden als Suriname leveren aan het mitigeren van de effecten van klimaatverandering. De tijd is aangekomen om de unieke uitdagingen waarmee de ontwikkelingslanden geconfronteerd worden te erkennen en hun een eerlijke toegang tot klimaatfinanciering te geven en te maximaliseren, gaf het staatshoofd aan. As we prepare, Mr. President, for COP26, early November this year in Glasgow, we must bear in mind that noble ideals with strong political commitments do not mean much if not supported with new financial resources. COP26, therefore, should result in ambitious and actionable commitments. Suriname calls on developed countries to recommit to the 100 billion US dollar per year to support developing countries as agreed in 2015 Paris Agreement. In this regard, I stress the importance of the Amazon Cooperation Treaty Organization, ACTU, and the need to support its activities aimed at protecting the Amazon rainforest and its biodiversity. Mr. President, 1 year ago, the new government of Suriname leadership took office and had to deal with several financial and economic challenges. Amidst the climate change challenges and the COVID-19 pandemic, my country is also confronted with a challenging fiscal choice between servicing an increased sovereign debt or to spend more in health, education, and the livelihoods of our citizens. In order to get the tremendous foreign debt under control and make our economy healthy again, my country had decided to develop a comprehensive recovery plan, which at staff level has been approved by the IMF. And we look forward to board level approval as soon as possible. Suriname is also at the cusp of attracting substantial foreign direct investments, particularly in the extractive industry, agriculture, and tourism. For this purpose, the enabling environment is being prepared, including the development of a local content policy and a new investment code to facilitate these investments. Therefore, I am inviting the international business community to invest in my beautiful country and contribute to sustainable development and the earmarked transition towards a green economy. In closing, Mr. President, I stand here at the stronghold of multilateralism and international solidarity and call on all of us to play our part in moving our words into action. We need a more agile, equitable, and effective multilateralism based on new realities the world is facing today. One that is efficient, with collective leadership,
a solution-based approach, and serving the needs of all countries. Mr. President, distinguished leaders, it is our obligation as leaders of today to build a better world and planet for those living today, but more so for those generations still to come. I thank you. May God bless you all. Gepensioneerde ambtenaren kregen uiterlijk 1 oktober 2021 de opgetrokken koopkrachtversterking die deze maand is ingegaan. Op 13 september hebben de regering en de vakbeweging overeenstemming bereikt voor het optrekken en uitbetalen van de koopkrachtversterking aan ambtenaren, de aan hen gelijkgestelden en de gepensioneerden. De koopkrachtversterking voor ambtenaren wordt van 100 SRD opgetrokken naar 800 SRD en de gepensioneerden ontvangen een totaalbedrag van 590 SRD. Op 27 september worden er wereldwijd evenementen georganiseerd ter ere van Wereldtoerismedag. Het doel van het herdenken van de Wereldtoerismedag is om de internationale gemeenschap bewust te maken van de rol van het toerisme en de impact hiervan op de sociale, politieke, economische en culturele waarden van mensen over de hele wereld. Voor een duurzame ontwikkeling van het toerisme in Suriname is het van belang dat de overheid en de private sector elkaar ondersteunen. In de week van maandag 27 september tot maandag 4 oktober organiseert het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme in samenwerking met toerismewerkgroep Coroni en het Nikeri Tourism Platform een toerismeweek Let's Go West. Ruben Foster, secretaris van het Nikeri Tourism Platform, geeft het volgende hierover aan in gesprek met de communicatiedienst Suriname. Wat we wel willen keren is een soort bepaalde awareness creëren naar de Surinaamse gemeenschap toe. Onze slogan is daarom ook geloof in de kracht van het toerisme. Omdat we in principe wel praten over toerisme, maar men steeds een beetje hangt. Als ik kijk per district, zit men nog steeds te hangen naar een toerist dat in principe een buitenlander moet zijn. Zo, eigenlijk per district is het namelijk zo dat iedereen dat niet binnen jouw district woont een toerist is. En elke district in Suriname, die heeft zijn eigen allure, heeft zijn eigen stijl, heeft zijn eigen karakter. En dat moet versterkt worden en gepromoot worden. Dus vandaar dat ik in principe blij ben met zo'n dag. Dat we ook awareness kunnen creëren naar de districtbewoners toe. Van kijk, het is een dag waarbij we kunnen aangeven van kijk, Suriname heeft heel veel potentie. Als je alleen maar kijkt naar onze 10 districten, dan weet je al dat we allemaal divers zijn. En dat er meer uitgehaald moet worden. Je hebt het heel mooi gezegd, we zijn allemaal heel divers, dus binnen uw perceptie, maar zo is het ook daadwerkelijk. Elk district heeft iets anders aan te bieden en dat wat zij aan te bieden hebben, moeten we gaan commercialiseren en dat moeten we eigenlijk gaan verkopen. Klopt. Om specifiek over Nikeri te praten in het Westen, wat wordt er daar allemaal georganiseerd in verband met Wereldtoerismedag? Je moet het zo zien, we hebben gebrainstormd met de groep. En uiteindelijk kwam ik op het idee om te zeggen van weet je wat, we gaan er iets, een soort van iets compleet van maken. Het concept heet Let's Go West. De naam zegt het al, Let's Go West. En we eindigen in Nikeri. In principe is het dus de Nikeri Tourism Week willen we gaan organiseren. En we nemen Coroni daarin mee. Want hoe je draait of keert, je moet langs Coroni gaan als je richting Nikeri komt. Dus ik heb ook met de werkgroep van Coroni heb ik in principe afgestemd om te kijken van jongens, werk met wat je al hebt, versterk wat je hebt. En aangezien de mensen toch daar langs moeten, geef wat informatie om te laten zien wat jouw district voor nu heeft om te kunnen promoten. Zodat men, als men toch daar langs rijdt en een tussenstop heeft, dat men toch kan kijken van hey, wat zijn de mogelijkheden, wat heeft Coroni ook te bieden. Tourism Week Nikeri voor ons is, ik ga niet zeggen sober, maar we houden rekening met coronabeleid. Yeah. Wat we gaan doen is, we gaan geen activiteiten zodanig promoten. Wat wel besproken is dat alle branches die zich hebben aangemeld, wat gaan doen binnen hun gebied, dus binnen hun dienstverlening. Als je praat over de horecasectoren, die gaan leuke acties doen, ze gaan leuke aanbiedingen maken. Als je praat over de venters, zij gaan hun waar ten koop stellen. Maar we zullen geen, zoals ik eerder zei, geen feest of iets dergelijks gaan organiseren, want dat zie je even niet.
Hoe belangrijk is het om de lokale gemeenschappen te betrekken bij het stimuleren van toerisme? Mooi. Hoe belangrijk? Het begint bij de lokale gemeenschap. Want het gaat om de enthousiasme, het gaat om hetgeen dat je uitstraalt, dat iemand die van buiten komt het gaat appreciëren om bij jou te willen zijn. Het is namelijk zo dus dat als je merkt dat iemand vanuit, ik noem maar wat hoor, vanuit Paramaribo even richting Nikeri komt, is het de bedoeling dat hij zich een beetje vrij voelt. Hij moet kunnen zien wat Nikeri te bieden heeft. Nikeri straalt rust uit. Het bedrijfsleven speelt daar al goed op in. Alleen de gemeenschap moet nog even meewerken met bijvoorbeeld helpen met de onderhoud, de welkom voor de gasten. Zodat als men hier naartoe komt, men terug kan gaan naar de stad om beter te praten over het district. En het district ook voor ons kunnen promoten. Want wij zelf gaan het natuurlijk promoten. Want het is het district van ons, dus we gaan het goed promoten. Maar de beste promotie is de mondelinge, mond-op-mond reclame. Van als iemand goed behandeld is in het district, maakt niet uit bij welke branche, dat hij dat doorvertelt, want het gaat om het district. En dat willen we gaan stimuleren om de mensen een beetje awareness te creëren van hey, er zit kracht in het toerisme. Werk mee en zorg ervoor dat de branches goed onderhouden worden en dat men toch eens lus uit mag slaan. Minister Amar Ramadine van Volksgezondheid heeft een landelijke oproep gedaan aan alle zorgmedewerkers die ingezet wensen te worden in de strijd tegen COVID-19 om zich aan te melden bij het ministerie. Deze oproep aan verpleegkundigen, ziekenverzorgers, specialisten, artsen en medische studenten is bedoeld om te voorkomen dat er een gat ontstaat in de zorgverlening aan COVID-19 patiënten bij het uitvallen van zorgmedewerkers. Volgens de bewindsman vinden er niet alleen besmettingen plaats buiten de ziekeninstellingen, maar ook op de werkvloer in de ziekeninstellingen vinden er besmettingen plaats. U hoort het statement van de minister van 21 september 2021. De afgelopen weken hebt u zelf ook ervaren, hebben wij met z'n allen ervaren, dat de COVID-situatie in Suriname aan het verslechteren is. Met name zien we een fikse toename van besmettingen. We zien een vrij hoog besmettingspercentage en we zien dat een aantal personen in grote gezondheidsproblemen komen en opgenomen moeten worden. We proberen vanuit het ministerie van Volksgezondheid uiteraard met de nodige actoren in het zorgveld, dan praat ik over de ziekenhuizen, de instellingen, maar ook onze zorgwerkers, al het nodige te doen om de COVID-besmette personen de beste zorg te bieden. En dat gaat zeker niet zonder slagen of stoten. We hebben een hele grote uitdaging als overheid, maar ook als samenleving. Namelijk onze human resource capaciteit in de zorg, die heeft enorm te verduren. Behalve een tekort aan verpleegkundigen, een tekort aan artsen en andere ondersteunende diensten in de medische zorg, krijgen wij ook in het zorgveld last en hebben ook te maken met COVID-besmettingen op de werkvloer in de ziekeninstellingen. En u begrijpt dat het moment dat er besmettingen zijn op de werkvloer, andere mensen, andere personeelsleden uiteraard ook in quarantaine gaan. En dat verlamt weer die afdeling en dan kan je helaas de afdeling niet openen en moet je gaan sluiten. We proberen dit risico zo klein mogelijk te houden. Maar er is een noodkreet. En als minister van Volksgezondheid wil ik deze noodkreet vandaag wel uiten. Behalve dat wij met z'n allen een bijdrage moeten leveren om besmettingen tegen te gaan, dat wil zeggen uw Mohana-maatregelen, het vaccineren, maar ook het niet meewerken en ook geen deel willen zijn van samenkomsten of feesten of parties zoals we die kennen, is het ook belangrijk dat we vandaag de aandacht schenken aan onze zorgwerkers. En ik wil van deze plaats uit allereerst alle zorgwerkers, niet alleen in de COVID-zorg, maar ook in de vaccinatie, in onze vaccinatiecampagne, van harte bedanken voor de inzet, de energie, de moeite
en inspanning die gepleegd wordt om de COVID-zorg te blijven garanderen voor onze Surinaamse samenleving. Grand Tangi. En die noodkreet krijg ik ook elke dag hier op het ministerie. Er wordt gevraagd vanuit de instellingen naar steeds meer personeelsleden. Steeds meer mensen die een bijdrage kunnen leveren aan die COVID-zorg. En ik neem het op mij als verantwoordelijke minister van de Gezondheid dat ik een oproep doe, een landelijke, nationale oproep aan elke zorgwerker in Suriname. Van verpleegkundige, ziekenverzorgende tot arts. Als u ingezet wenst te worden in de COVID-strijd, als u dan graag contact kunt opnemen met het ministerie van Volksgezondheid om samen met u van gedachten te wisselen over uw inzet in de COVID-zorg. Het ministerie is bereid om met u van gedachten te wisselen en te kijken naar uw wensen om ingezet te worden in die zorg. Ik roep op alle huisartsen die te midden van de drukke huisartsenpraktijken nog een beetje tijd hebben om een beetje te superviseren in die zorg. Maakt u contact met het ministerie. Maakt u contact met ons. En wij zullen kijken met uw drukschema waar we u nog wensen in te zetten. Ook verpleegkundigen, studenten, medische studenten, maak contact op met het ministerie. Neem contact op met het ministerie. Laten we kijken hoe wij samen deze strijd verder moeten gaan aanbinden. Mensen worden ook moe. Zorgwerkers raken ook uitgeput. We moeten voorkomen dat wij de opening en de gap die zal ontstaan bij het uitvallen van zorgwerkers, hoe we die zo klein mogelijk moeten houden en hoe we de inzet van zorgwerkers op de verschillende afdelingen zo effectief mogelijk moeten maken. Ik open de deur en ik roep op tot een gezamenlijke inspanning om de strijd tegen COVID-19 te gaan winnen. Ben je COVID-19 positief en zit je in thuisisolatie? Blijf dan niet alleen liggen op je bed, maar help jezelf om je immuunsysteem op te boosten. Primair moet een COVID-19 patiënt ervoor zorgen dat het lichaam zelf kan vechten tegen COVID-19. Maar dat lukt niet iedere patiënt. Wij delen enkele leefstijladviezen met u wat u kunt doen in thuisisolatie. Blijf gezond eten. Ook al heb je geen eetlust of smaakt het eten naar niks, blijf eten. Als je 2 tot 3 dagen niet eet, omdat het eten niet lekker is, verzwakt je lichaam door tekort aan voeding. Blijf drinken 2 tot 3 liter water per dag en eet dagelijks verschillende fruitsoorten om vitamines in je lichaam te krijgen. Blijf in beweging. Het in beweging blijven helpt je weerstand een boost te geven. Doe wat lichte oefeningen zoals steunwerk. Lig en zit niet de hele dag, want dat verzwakt het lichaam ook meer en doe wat ademhalingsoefeningen. Bij een verslechtering van de situatie thuis, neem direct contact op met de huisarts of de arts die de monitoring doet of bel BOG via 178. Bescherm jezelf ten alle tijden door de Mohana-maatregelen toe te passen. Dit kun je ook in huis doen. Mondkap op, handen wassen en houd afstand. Bij herstel laat je dan vaccineren, want zo alleen kunnen we met z'n allen veilig zijn. En dat was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.